De 17e eeuw in het moderne centrum van Rotterdam. Een historische verrassing voor bezoekers van buitenaf. Een thuiskomen voor de Rotterdammer. Het Schielandshuis. Ooit het chique onderkomen van het Hoogheemraadschap van Schieland. Een klassicistisch stadspaleis met barokke elementen. Uniek in deze stad, die door zijn verwoesting van 1940 veel van zijn historische bouwwerken verloor. Het Schielandshuis werd in 1665 gebouwd voor het Hoogheemraadschap Schieland. Deze instelling, die over de waterhuishouding in en rond Rotterdam gaat, was in de 17e eeuw een rijke en machtige organisatie. En dat wilden ze met dit gebouw ook aan iedereen laten zien. Anderhalve eeuw werd het gebruikt als vergader- en logeerruimte voor de leden van het Hoogheemraadschap. En het was een representatief gebouw om gasten te ontvangen. In 1811 heeft Napoleon tijdens zijn bezoek aan Rotterdam hier nog 2 nachten geslapen. Van de inrichting uit die periode is helaas vrijwel niets bewaard gebleven, omdat een grote brand in 1864 het interieur van het stadspaleis grotendeels verwoest heeft. Het Schielandshuis werd wel weer opgebouwd, maar de allure van de 17e eeuw ging hierbij verloren. Inmiddels had het Hoogheemraadschap het gebouw verlaten en was het een museum geworden. Eerst het Kunstmuseum Boijmans, later het Historisch Museum van Rotterdam. Uit deze periode zijn ook de zogenoemde stijlkamers. Monumentale interieurs uit 18e-eeuwse Rotterdamse koopmanshuizen. In de jaren 80 van de vorige eeuw werd het Schielandshuis opnieuw gerestaureerd. Op basis van oude, gedetailleerde tekeningen werd de buitenkant weer teruggebracht in de oorspronkelijke 17e-eeuwse staat. Sindsdien schittert het Schielandshuis weer in het centrum van Rotterdam, maar tegenwoordig wel omgeven door de moderne hoogbouw van deze stad. Sinds 2017 is het ook weer een kantoor. De organisatie Rotterdam Partners richt zich op de city marketing, trekt buitenlandse investeerders naar de stad en denkt mee over de economische ontwikkeling van Rotterdam. En het runt de Rotterdam Tourist Information. En daarmee is het oude Schielandshuis opnieuw een representatief stadspaleis waar Rotterdam haar gasten ontvangt.